Eeuwen geleden was Nijmegen een vestingstad. Er stonden grote muren en andere vestingswerken om de stad te beschermen tegen indringers van buitenaf. Inmiddels zijn veel van die werken afgebroken, maar een paar onderdelen zijn nog blijven staan. Een van die overblijfselen bevindt zich in het Kronenburgerpark, de 30 meter hoge kruittoren. De toren werd in 1426 gebouwd en diende eigenlijk als hoektoren van de Nijmeegse stadsmuur. Later, toen de muren naar het zuiden uitbreidden, werd de kruittoren een muurtoren. Overigens is het wel heel opvallend dat de toren al die eeuwen is blijven staan. In de 15e eeuw werd namelijk het kanon geïntroduceerd, waarmee zo'n toren zo kon worden verwoest. Destijds zijn bijna alle muurtorens dan ook afgebroken, maar de kruittoren dus niet. Toen de vestingwerken vanaf 1874 gesloopt mochten worden, werd besloten om de kruittoren en een deel van de muur te behouden. Deze zijn nu een belangrijk onderdeel van het in die periode aangelegde Kronenburgerpark. Zo kun je jezelf onder het genot van een gezellig picknick in de oude middeleeuwen wanen. En laat ik het belangrijkste feitje maar even niet vergeten. Zoals je door zijn naam misschien wel kunt raden, dankt de toren zijn naam aan het feit dat er buskruid werd opgeslagen. De kruittoren is een prachtig stuk historie. Maar het is wel donker hier binnen. Wacht, ik pak even de aansteker, want dat buskruid is er nu niet meer. Toch?